Kemper. Vorig seizoen dus nog de aanvoerder van Ado Den Haag in de wedstrijd tegen NAC. Boy Kemper, hier is de fout van de keeper. De fout van Koremans en het doelpunt is daar voor NAC. Al in de 8e minuut is het raak. Het is de eerste doelpoging van de ploeg uit Breda en het is 0-1 via Kuipers. Wat een blunder van Koremans. Natuurlijk is dit een houdbare bal voor de keeper, maar hij heeft hem niet, Koremans. Dat is wat je noemt een valse start voor ADO. Van Mieghem, Veerman met de kans. Veerman, schitterende goal! Fantastisch afgemaakt door Henk Veerman en daar is de gelijkmaker voor ADO Den Haag. Zo heeft ADO niet veel tijd nodig gehad om de schade te repareren. En is dit een wereldgoal van Henk Veerman. Een van de mooiste doelpunten van dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Van de Zanden. Ruimte hier voor Assante. ADO is toch wat daadkrachtiger. Van Mieghem meldt zich, daar is Veerman weer. Verschillen zijn niet zo groot tussen ADO en NAC. Maar ADO voetbalt wel met wat meer overtuiging in het eerste kwart. Sayas. Van Mieghem. Van Mieghem. Oh, die mag er ook zijn. Dat is ook een hele mooie goal. Misschien niet zo mooi als die van Veerman. Maar deze moeten we ook maar tellen. 2-1 voor ADO Den Haag. Daryl van Mieghem. En staat ADO voor het eerst vanavond op voorsprong. Ideo. Toch gemakkelijk langs hier bij Kuipers. Mooi balletje van Hintum. Ideo. Het zijn het. Was deze bal er ingegaan, dan had hij toch precies in dat rijtje gepast van schitterende doelpunten vanavond van ADO. Want dit is toch ook weer een aanval om in te lijsten. Drukte van belang voor de neus van Kortsmit. Van Mieghem legt hem daar lekker neer. Kortsmit kan hem wegboksen en hier is wellicht een counter in de maak. Met de snelheid van Kemper. Omba. Staring is er ook. Kuipers is de snelste van het stel. Kuipers. En dan een zwak schot, zeg. Redding van Koremans. En Sayas met zijn rug. Zumeli en Van Hintum. Ideo, die een prima eerste helft heeft gespeeld. Heel dreigend is met zijn acties buitenom. En hier, weer een mooie goal, zeg. Weer van Mieghem. En 3-1 voor ADO Den Haag. Zo schiet de thuisploeg aardig uit zijn slof. In de eerste 3 kwartier is dit een actie van een buitenspeler, zoals je hem graag ziet. Op snelheid erlangs. Teruggetrokken voorzet die perfect is. En dat kun je ook zeggen van de loopactie van Mieghem. Nu wel een goede voorzet, Olmarsson. Komt hij daar nog bij? Dat is inderdaad het geval, Olmarsson. Maar toch afgetroefd uiteindelijk door Assante. En Sayas vergalopeert zich en dit is nog een lastige bal. Voor de keeper van ADO, Koremans. NAC heeft wel meer grip op de wedstrijd. Is goed gecombineerd. Koscielnik, nu een keer een bruikbare voorzet. Die was daar wel. Maar de bal kan niet worden binnengelopen. Door Garbutt. Voorzet, Garbutt. En dan kopt hij hem over, zo'n beetje op de doellijn. Daar waar scoren toch niet zo heel erg ingewikkeld lijkt. Matthew Garbutt had dat hier weer spannend kunnen maken. Loopactie van Kuipers, dat is een goede paas, is blijkbaar geen buitenspel. Kuipers om de keeper heen en bij de eerste paal is het weer kielen voor ADO Den Haag. Wordt het een hoekschop. Meer en meer staat ADO met de rug tegen de muur. Van Hintum kan ver ingooien. Zumeli. Van de Zanden. Omschakeling NAC. Er ligt zoveel ruimte. Er moet de bal worden binnengehouden en dat lukt. Kuipers. 5 van NAC. Kuipers. En daar gaat hij er bijna in bij Olmarsson. Daar kan er alsnog in. Koremans kwam tussen wal en schip. En wederom ontsnapt Ado aan het tegengoal. Ado wint met 3-1 van NAC. Na een bijzonder spectaculaire eerste helft. Dat kreeg geen vervolg na rust. NAC werd wel sterker, creëerde wat kansen. Maar om echt terug te komen in de wedstrijd moet je ook doelpunten maken. En dat kreeg NAC uiteindelijk niet voor elkaar.